je leert echt alles over het brandweer. Dat maakt het leuk, zeker als je er interesse in hebt. Zeker als je bij de brandweer wil, je bent er gewoon goed bij betrokken. Dat is het leuke eraan. Ja, het leukste is dat het eigenlijk heel veel lijkt op de vrijwilligers. Alleen dan zonder echt vuur. Toen ik 12 jaar oud was, toen stond er advertentie in de krant. Ja, of die bij de jeugdbrandweer kon. Ik heb dat toen gedaan. Ik ben eigenlijk nooit meer weggegaan. Het was een prachtige tijd gehad bij de jeugdbrandweer. Heel leuk, veel geleerd, veel gedaan. En toen op mijn 19e ben ik doorgegaan naar het vrijwilligerkorps van Meidrecht. En nu ben ik hoofdincidentbeheersing. Dus ja, allemaal waarschijnlijk door de jeugdbrandweer. Want anders had ik het echt niet bedacht om ooit bij de brandweer te komen. Er zijn 150 jeugdbrandweerkorpsen in Nederland. Dat betekent dat ongeveer de helft van alle gemeentes een jeugdbrandweerkorps heeft. Jeugdbrandweer heeft een historie van ruim 50 jaar. En de belangrijkste doelstelling is kweekvijver zijn om toekomstig brandweerpersoneel te kunnen werven. Eens in de week komen de jongeren samen en wordt er zowel in theorie als praktijk geoefend hoe een brand te bestrijden. Hierbij zijn teamverband en vriendschap belangrijke uitgangspunten. Je traint, je oefent voor de vaardigheden die je bij brandweer later als je doorstroomt naar de brandweer gaat doen. Zoals je bent bezig met slangen uitgooien, kijken hoe je brand moet blussen. Dat soort dingen ben je mee bezig. Dus dat is een goede voorbereiding. Je bent als groep mee bezig. Dus een sociaal gebeuren. Het mooie is uiteindelijk dat je elk jaar met elkaar een wedstrijd doet. Dus je komt elkaar tegen in het hele land. En dan probeer je te kijken wie het allerbeste de zaken uitvoert. En dat wedstrijdverhaal, dat is leuk om mee te maken. En dat is ook hartstikke goed voor de competitiegevoel. Dus, ja. Jeugdbrandweer Velsen, wilt u uitdrukken voor een prio 1, brandmelding bij Ballers Nedam, straatweg. De 29A bij Ballers Nedam, de Maas open. Ik ga voor de havenmeester in kennis stellen. Hij gaf aan dat hij met twee personen... Ieder jaar komen jeugdbrandweerkorpsen uit het hele land tegen elkaar uit in wedstrijden. Wie heeft het beste team van Nederland? Eerst vinden er voorrondes plaats. De winnaars hiervan gaan door naar 10 halve finales verspreid over het land. In de finale strijden uiteindelijk de 10 beste teams om de Nederlandse titel. Onder nauwkeurig oog van de jury gaan de teams een gesimuleerde brand bestrijden. Het team van Velsen neemt ons mee in hun aanpak. Met een inhalatietrauma wil graag ambulance te plaatsen hebben over. Ja, middelbrand en ambulance te plaatsen. Aan open. En ook nog even voor uw info, brandadres is correct over. Juryleden letten ook op hoe er wordt gecommuniceerd met andere disciplines, zoals politie en ambulancedienst. Is die al gezegd, komt u weg? Net als bij een echte brand telt ook hier iedere seconde. Als team heb je een half uur de tijd om de slachtoffers te redden, de brand te bestrijden en alles weer op te ruimen. Als je de wedstrijd wilt winnen, is goede samenwerking dus enorm belangrijk. Kijk maar, de ramp zit er dicht, nog niks te zien. Raad is hier de deur. Ja, heel even kijken. Hallo, brandweer! Hallo, is er iemand? Slachtoffer. De jeugdbrandweer houdt onder andere in dat je ook richting de maatschappij, richting de mensen om je heen, toch een stuk veiligheid bewuster wordt. Je weet iets van brand, je weet hoe gevaarlijk het kan zijn. Oké, maat, ik zie daar de brand. Ja, ik sta een trappetje hier treden, let op dat je iets valt. Nee, voor, is niet stevig. Hey, de twee, ik wil dat jullie terugkomen. Er wordt nog slachtoffer vermist. Ik heb hem daar gehoord. We gaan terug voor de redding. Ik ben wel ook de vertegenwoordiger al van de brandweer op jonge leeftijd die bezig is met veiligheid bewustzijn. Dus dat is prachtig. Ja. En als je dat dan uiteindelijk nog een keer laat zien hoe veilig je daarmee bezig bent tijdens een wedstrijd en hoe je daarmee omgaat en kan laten zien hoe goed je daarin bent. Dat is natuurlijk voor de jeugdleden is dat altijd een hartstikke mooi moment. Dus uitdragen, dat is je rol. Foutjes. Ja, de beste moet het vandaag doen, hè. Dus,
gaat wel heel serieus, hè? Ja, het is serieus. Het is bijna net echt. Alleen het is geen echte vuur, maar ja, het is, je gaat er niet voor om het winnen. Het is om het meedoen en je leert ervan. We zijn sowieso bij het beste team van Nederland. Dus tevreden zijn we sowieso al. U heeft zelf ook bij de jeugdbrandweer gezeten? Ja. Ik ben zelf op mijn 12e ook begonnen. En op mijn 18e gestopt. Ben ik 2 jaar bij de jeugdleiders geweest. En ben ik op mijn 20e heb ik mezelf ook aangemeld voor het grote korps. Hebben jullie een slachtoffer? Wij hebben 2 slachtoffers. Waar waren ze allebei naar vervoerd? UMC. Allebei? Allebei. Helder. Oké. Okay. Wat acties heb je nog meer uitgezet? Ik heb verder het duikteam nog onderweg voor onze eigen veiligheid. Zijn nog onderweg? Ja, zijn nog onderweg. We leiden zowel jongens als meisjes op voor een baan bij de brandweer. En zij moeten natuurlijk nog de brandweeropleiding volgen, maar ze hebben een enorme voorsprong. En dat is zowel op het gebied van theorie als praktijk, dat ze allerlei vaardigheden al beheersen die je later bij de echte brandweer ook nodig hebt. Ja, ze zeggen niet voor niks altijd, de jeugd heeft de toekomst. Ik vind het ontzettend belangrijk dat wij investeren in de jeugd. Ik noem de begeleiders altijd vrijwilligers in het kwadraat. Ze zijn vrijwilliger bij een korps en daarnaast in hun vrije tijd ook nog eens begeleiders van die groep jeugdigen. Dus eigenlijk, als ik zeg geld, geen thema, dan bedoel ik kleine investeringen en dan heel veel rendement. Oké, kraam dicht. Ja, ik ben los. Het ging wel goed. Ja. Ik weet niet wat de jury er verder van vond, maar voor mijn gevoel ging het goed. De jongens hebben goed gewerkt, hard gewerkt en de brand is geblust. De slachtoffers zijn gered, dat is het belangrijkste. Was dit een lastige brand? Het was wel een vrij lastige brand. De brand was ontstaan in de machinekamer. Het doorslag naar de accommodatie en naar buiten bij de schoorsteen. Ik kon het niet alleen af, ik had daarvoor een tweede tank uit de spuit nodig. En, nou ja, samen in overleg is dat vrij goed gegaan. Ja, dus het doorzoeken van vertrekken. Ja, daar ben ik wel nog voldoende voor. Ja. Er is geen KO's? Nee, ja. Die controle en allemaal. Ik kreeg net door van de jury dat we een KO hebben, want het was een onveilige redding. Want jullie zijn boven geweest met de straal, dat was goed. Alleen jij bent 12 treden naar beneden geweest om het slachtoffer door te geven. Ja, ik had de straal bij me. Maar dan had je de straal mee moeten nemen naar beneden. En tijdens de redding was dat niet. Wat is een KO? Een KO is een kardinale onvoldoende, dat is min 10 punten. Dus ja, op een punten totaal, dan hakt dat er wel aardig in als je natuurlijk bij de beste wil horen van Nederland. Na een lange dag met volop spanning en strijd is het dan zover. Wie is het beste jeugdbrandweerteam van Nederland? Goed, dan de eerste plek, jeugdbrandweer Denenkamp. We weten allemaal als gemeente hoe ingewikkeld het soms is om vrijwilligers te krijgen. Dat is een groot goed in Nederland. Dat wij branden kunnen blussen en heel veel preventieve taken kunnen doen. Juist door de brandweer. En daarvoor hebben we ook in de toekomst vrijwilligers nodig. En het begint bij de jeugd, zo ook bij de jeugdbrandweer. Ik zou gemeentes die nog geen jeugdbrandweer hebben willen adviseren om toch eens in contact te treden met korpsen die het wel hebben. Ik denk dat hier heel nadrukkelijk ook geld zien is geloven. Het is misschien ook wel een beetje koudwatervrees. Jeugdbrandweer Nederland is ook drukdoende om materiaal te verzamelen. Zodat korpsen die willen starten ook een vliegende start kunnen maken. Dus gluren bij de buren.